voor een fantastisch, vette, dikke solo. Moet je please give it up for Wildly, Mr. Rogier!
de regie, achter de schermen. De dame die al weken bezig is jullie te stalken. Elke keer weer op Facebook. Het maakt niet uit, deze vrouw komt via jullie weer. Via het geëikte kanaal internet. Ze belt je, ze sms je, ze stalkt je. Je zou het moeten aangeven. Maar helaas, zij blijft altijd onze Pieter. En dan, de dame. Ja. Echt, Erik de Zwart zou hier vanavond geweest zijn. Maar wij vonden iemand anders. Erik kon niet. En er is natuurlijk maar één fantastische vervangster. Die dit geheel fantastisch maakt. Deze dame heeft niet alleen de charmes, heeft niet alleen de looks. Maar ze heeft ook deze boot. Hoe leuk is dat? Dames en heren, het is er maar één. Nimet! En dan is het natuurlijk, mogen we niet vergeten, wie heeft zo goed voor ons gezorgd vandaag? De dames en heren van de horeca Charlotte, Ben, Mariano, Sophia en René. En die heeft dus ook fantastisch weer voor ons geleverd. De weergoden, Ed en Herman. En iedereen die code oranje heeft geleverd. Tot slot, hè? Ja. Tot slot. Die gaan we afkondigen. Ja. One and only. Ik hoorde het al een paar keer toen straks voorbij komen. Ik dacht, dat is het eigenlijk toch een baas, hè? Dat is de baas. Ja, en het is de boss. The one and only Roger Akpo! De laatste zondag terug zijn, maar we zijn in januari terug. 28 januari. Eerst, we gaan eerst met z'n allen naar Marvin kijken. Met z'n allen. Marvin, met z'n allen. Komen ze allemaal op de gastenlijst? Ja, iedereen op de gastenlijst. En dan drie dagjes later zitten we dan hier. 31 januari. Een nap hier ook, weer een nap. Joost, kom je dan weer je verjaardag vieren hier? Ja, top, helemaal leuk. Ik zou hem zeggen, we gaan nog één keer met z'n allen. En 1, 2, 3.